Het openluchtmuseum is het meest kidsproof. Tot deze conclusie kwamen de speciaal benoemde museuminspecteurs van de Nederlandse Museumvereniging. De museuminspecteurs, kinderen in de leeftijd tot 12 jaar, gaven het openluchtmuseum een dikke 8 als rapportcijfer. En daarmee scoort het museum het hoogste in Gelderland. Jullie zijn uitgeroepen tot het meest kindvriendelijkste museum van Gelderland. Hoe voelt dat? Heel kindvriendelijk. Nee, dat voelt heel goed. Ja, ik vind het heel erg leuk dat kinderen hebben zelf dat mogen zeggen. Die hebben zelf mogen stemmen. Dus het is echt het oordeel van de kinderen over ons museum. Nou ja, wat wil je nog meer? Wat hebben jullie voor speciaals gedaan? Nou, wij weten dat we heel leuk zijn voor kinderen. Dat heeft te maken met activiteiten die ze kunnen doen. Hier, we zijn hier op het kindererf en daar kunnen ze bijvoorbeeld een koe melken. Daar kunnen ze water pompen, emmers dragen met een juk. Ze kunnen op een andere plek kunnen ze de boer helpen op de akker. Ze kunnen helpen eekschillen, dat is een soort seizoensarbeid. Nou, dus ze kunnen heel veel dingen zelf doen. Waar hebben de museuminspecteurs allemaal rekening mee gehouden toen ze hier kwamen? Nou, die hebben naar allerlei dingen gekeken. Ook dingen waar volwassenen naar kijken. Dus kun je de wc's goed vinden? Zijn de medewerkers vriendelijk? Zijn er ook winkels? Zijn er leuke winkels? Maar ook zijn er leuke dingen te doen voor kinderen? En in het algemeen. Wat voor cijfer zou u zelf het Openluchtmuseum geven? Ja, dat is hoe, nou, ik ben heel kritisch, dus ik zie ook nog wel heel veel dingen die beter kunnen. Ik zou het museum zeker ook een 8,5 geven. Wat vind je zo leuk aan het Openluchtmuseum? Nou, de meeste musea, dan ga je dingen kijken, schilderijen bijvoorbeeld en beeldjes. Maar je kan ook echt dingen doen en je leert er ook wat van op een leuke manier. Wat heb je vandaag allemaal gedaan? Ik heb broodjes gebakken, ik heb gezaaid en ik ben de naam een beetje kwijt van al die dingen. Maar we hebben op het land gewerkt, laten we het zo zeggen. En wat vind je het leukste tot nu toe? Op het land vond ik het wel leuk, ja. En wat vond jij het leukste? Het is hier gewoon mooi, maar het leukste vond ik het brood bakken. Waarom? Dan kan je het ook opeten. Wat vind je zo leuk aan het Openluchtmuseum, behalve broodbakken? Je leert dingen op een leuke manier. En dat, moet het altijd zo gaan met museums? Nee, maar het mag ook wel zo. En jij? Nou, eigenlijk vind ik het leukste van het Openluchtmuseum ook op het land werken. Want daar kan je leren hoe ze vroeger het brood bakten. Openluchtmuseum! Yeah!